Multimodaal Online dag 3. Het zit er bijna op. We kijken nu alle hoogtepunten uit de spoorsessie. Dat je toch nog wel heel wat bottlenecks hebt. En dan denk ik vooral ook aan de aansluiting van een betere route op het Duitse net. Ja, ik vond het inspirerend. Ik vond het heel mooi om te horen. De ambitie. Wat me bij is gebleven is dat in een winkel etiketten liggen met vervoer per spoor. Ja, dat zou veel meer moeten. Dus ik was positief verrast over vandaag, ja. Enerzijds zijn we bezig om achterstallig onderhoud in te halen. Ik moet zeggen, na alle thuiswerken van de afgelopen tijd is het echt weer heel fijn om elkaar te ontmoeten. En dan is het echt heel mooi om zo met elkaar in gesprek te gaan. De haven blijft groeien. En die model shift die al werd gezegd, is essentieel daarin. Het is toch ook mooi om te zien dat je met zo'n event waar je niet fysiek met allerlei iedereen aanwezig bent, toch een hoog groot bereik hebt. Als je kijkt naar spoorgoederenvervoer als modaliteit, 9 keer minder CO2-uitstoot, 6 keer minder energieverbruik en veel veiliger dan het wegtransport. Dus dat zou wel een reden moeten zijn om te schakelen naar spoorgoederenvervoer. Belangrijk dat dit soort panels ook hun stem naar buiten kunnen brengen. Absoluut goed. Als je aan de voor- en de achterkant van de keten geen spooraansluiting hebt, sta je al 300 kilometer op achterstand. Leuk om even de presentatie te doen hier en even het verhaal te mogen vertellen. Onze verladers die moeten gaan nadenken van hoe ga je om met groen. Fantastisch. Gewoon prima onderwerp om het spoor weer eens goed op de kaart te zetten. En gewoon genieten van alles wat er om je heen gebeurt. Wat je heel erg merkt bij onze deelnemers van Rail Cargo, is dat er enorme toewijding is. Ik heb het in de studio gehad over de 3 T's. En tot slot ook tevredenheid van de klanten, want daar gaat het uiteindelijk om. Zijn we van 15 vluchten per week gegroeid naar 28. Altijd leuk om meningen en opinies te delen over je sector. En zeker voor de full freighter sector op Schiphol. Daar hebben we echt wel wat aandacht voor nodig. Dus ik was erg tevreden met hoe het is verlopen.